Mijn vader is een tovenaar. Het is echt, het is heus, het is raar, maar waar. Een tita-tovenaar. Het is waar, het is waar, het is waar. Hij heeft het ook aan mij geleerd. Maar soms gaat het wel eens verkeerd. En gaat het niet zoals ik wil, dan doe ik dit. En alles staat stil. Hoge boven, vooruit, vol gas de lucht in. Hupsakee! Wat is dat nou weer voor lawaai? Is het dan nergens rust op deze broddelwereld? Zeg, broer, ik dacht dat ik opa's kistje zag daar beneden. Bromnozems, herrieschoppers, bah, bah en nog eens bah. Zag je het nou ook, broer? Nee, ik lette alleen op dat torentje waar je bijna tegenop vloog. Ach, zeg toch niet. Je moest wat meer vertrouwen hebben in mijn stuurkunst. Zal ik eens even laten zien wat ik allemaal kan? Nou, liever niet, broer. Laat me eerst uitstappen. Nou, stap dan maar uit. Daar gaat hij. Hupsakee! Zet de hele wereld op zijn kop. Straks val je nog op je kop. Nou, stuur jij of stuur ik? Als je het mij vraagt, stuurt er hier niemand. Leuk hoor. Zeg nou maar niet langer, we gaan landen. Op het kasteel. Dat was geen gave landing. Nou heb ik er echt genoeg van. Nou is het echt welletjes. Nou is het echt uit. Oh, dag opa. Heb je lekker geslapen? Schiet, lekker geslapen. Noem dat maar lekker slapen. Terwijl jullie rondtollen en tegen mijn kist aan bonken. Bah! Ja, die landing was niet zo mooi, hè. Mijn broer moet het nog leren. Nou moet je ophouden. Jij stuurde toch? Ik? Ik dacht dat jij het overnam toen we landen gingen. Geen wonder dat die landing niet zo best was. Maar we kunnen het beter, hoor, opa. Dat zullen we nou eens even laten zien. Ho. Als het niet te veel gevraagd is, zouden jullie dan even aan opa willen denken? Je hoort het, broer, aan opa denken. Ja, ik zit al aan hem te denken. Zo, en wat denken jullie dan? Ik denk dat opa mee wil. De lucht in. Hupsakee. Maar dat gaat niet, opa. U past er niet in. U bent veel te dik van achteren. Opa is helemaal niet dik van achteren. En opa gaat ook niet mee. Maar wat wilt u dan, opa? Dat zal opa jullie vertellen. Maar eerst krijgen jullie van opa een snoepie. Hap, hier zo. Die is voor jou. Hap, juist. En voor jou. Zo. En nu opgehoepeld. Ga weg met dat lawaai ding. Gaan we beneden spelen in het grobbendal. Weg. Opa wil rust. Zo. Nou, dan gaan we naar het grobbendal. Nou, ben je klaar, broer? Daar gaan we dan. Dag, opa. Dag, opa. De groeten. En blijf uit mijn buurt. Nou, dan gaan we maar naar het grobbendal, hè. Zou we daar grobbenbollen wonen? Nou, dat zullen we zo meteen wel zien, hè. Daar gaat ie. Hupsakee. Hé, wat doet die brandweer in mijn grobbendal? Griepelse gruthoofden, hij vloog bijna tegen mijn grobbenkop. Oei, daar komt hij weer. Zeg, pas maar op, ik ga mijn vliegenmepper halen. Dan mep ik je zo de lucht uit. Wat doe je nou, broer? Waarom land je niet? Nou, ik wou wel landen, maar dat rare mens liep steeds in de weg. Als ik niet zo vlug reageerde, dan hadden we de boven opgezeten. Als je niet zo vlug, wat? Oh, reageren, moeilijk woord. Dat is zoveel als, iets vlug en goed doen, hè, zoals ik. Nou, dan zou ik nou maar eens vlug en goed landen. Dat mens is er niet meer. Oh ja, nou, je hebt gelijk, broer. Daar gaat hij dan. Zo, laat die griebelse bronvlieg nou maar komen. Dan zal ik hem een nep verkopen. Ja, daar komt hij. Dan zal ik hem eens even uit de lucht slaan. Ik heb hem! Dat was weer geen gave landing, broer. Nou, kan ik het helpen?
Dat rare mens gaf ons een mep. Geen manier hoor, ik zal haar eens terugmeppen. Nou broer, dan kun je meteen beginnen te meppen, want daar komt ze. Oh, hallo. Wat ziet mijn grobbe oog? Zijn dit de praatpoppen van de titatovenaar? Niks, poppen. Grobbe bollen. Praatjesbollen. Holle vaatjes. Je neus met gaatjes. Prrr, wat zeg jij dan, Geeltje? Je neus op een steeltje. Groezels, gruizels, krassende kraaien. Ik laat me niet van grobben gek zetten. In mijn eigen grobben al. Pssla. Kijk uit, broer. Ze wordt wild. Ik zal jullie. Ik zal ze dan krijgen. Ik maak zure bommen van ze. Augurken. Ik zal ze. Hé, hey, waar zijn ze? Verstopt zeker, hè? Ja, ja. Maar ik zal ze wel krijgen. Ik geef ze een lesje. Je neus in een flesje. Alle kruispinnen op een stokje. Nou, zal ik hem krijgen. Waar zit hij? Waar zit hij? Ik zal hem leren. Je neus met peren. Ja, heb eens. Grobelia laat niet met zich zollen in haar eigen grobbedalletje. En nou, die groene nog. Waar is die? Groene greppel. Jou krijg ik ook nog wel, hoor. Nou, alle drobbeltotten nog aan toe. Komen ze nou alweer terug met dat lawaai-ding? Nu is het velletje. Opa is boos. Opa is ontzettend boos. Dat was weer geen gave landing. Nee, gebrobbel. Dat was het. Maar nu is het uit, hè? Met dat gebrommen dat gebons. Waar is je broer eigenlijk? Ja, Geeltje is bij Grobelia. Hij is een augurk geworden. Ja. Opa begrijpt het al. De Grobelia heeft je broer in een augurk veranderd, hè? Ja, opa. En dat is toch zielig voor Geeltje. Ga je mee, opa, om hem weer goed te maken? Hé? Ja. Moet opa het weer opknappen. Opa krijgt nooit rust. Nooit. Hé, hey, opa. Opa. Wat is er nou weer? U zou meegaan naar Grobelia. Hé? Oh ja, dat is waar ook, ja. Grobelia heeft iets met een augurk gedaan, hè, of zoiets. Nou ja, vooruit dan maar. Zullen we met het grobbenvliegtuig gaan? Hé? Met zo'n brolding? Oh nee, daar komt niets van in, Groentje. Opa gaat met zijn kissie. Dat is vlug, veilig en het toch niet. Ga even opzij. Ja. Welterusten. Welterusten? Nou is hij alweer in slaap gevallen. Opa. Opa. Nou, wat nou? Hoe krijg ik opa mee? Als Geeltje te lang een augurk blijft, dan krijgt hij een zuur karakter. Hoor, Grobelia denkt dat ze het al gewonnen heeft. Tover, toverij, daar hoort altijd nog iets bij. Want je tovert het iets, anders tover je niets. Nee. Eens kijken of ze straks nog zo'n lol heeft. Als ze opa op de nek krijgt. Wat gebeurt er? De botten. Het schudt. Het tocht. Wat gebeurt er toch? Niks bijzonders, opa. Ik breng je alleen maar even naar Grobelia. Niks bijzonders. Mijn botten worden door mijn vlees geschud. Ik tocht weg. Zet me neer en laat me eruit. Ja, opa, we zijn er zo, hoor. Want toverij, daar hoort altijd je altijd bij. Toverpot en een toverlamp in een grote lamp. En dan, als ik toveren ga, een lamp. En dan, daar ben ik tover Grobelia.
Stop! Joei, 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 joei. Dat is geen bromvlieg, dat is opa. Ja, ja, daar is opa. Tenminste, dank je kind, als er nog wat van opa over is. Al mijn potten zijn gebroken. Zo, eindelijk een gave landing. Griebelse gruthoofden, ik wou die griebelige bromvlieg uit de lucht meppen. En nou is het ineens opie. Zo. Dus jij deed dat. Jij liet opa van boven naar beneden smakken. Eigenlijk moest je de pak voor je hebben. Ja, vooruit, opa. Geef er van Jetje. Daar heb je die groene grebbel ook weer. Pas maar op, anders maak ik ook een komkommer van je. Ja? Net zoals je broer. Is het al afgelopen met jullie ruzie en een gebroddel? Wie krijgt de klappen? Opa. Maar nu is het afgelopen. Waar is die augurk? Geeltje bedoel ik. Hier, opa. Maakt u hem weer gewoon? Hé, hey, dit is geen augurk. Dit is een komkommer. Ja, dat doet er niet toe. In ieder geval, Eindelijk mijn eigen lijf terug. Geen manier van Grobelia om een augurk van me te maken. Geen augurk, broer. Een komkommer. Oh, maar dat neem ik niet, hoor. Opa maakt van haar ook eens een augurk. Een komkommer. Griezels en groezels, wat let me. Ik maak van jullie allebei augurken. Komkommers. Is het nou uit? Ga weg. Ga ergens anders ruzie maken. Ja, ja, ja. Opa wil gaan slapen. Zo. Die zijn weg. Die griebels en groezels. En kom niet meer terug of ik pak je. Je neus in een zakje. Brrr, ga weg. Of ik knap. Je neus in de pap. Griebelse gruifzam. Waar zit je? Ik maak een komkommer van je. Een meter of twee. Je neus in de puree. Stilte. Ja, stilletjes, Grobelia. Zonder dat opa het merkt, dan pak je ze. Hé, ze zijn weer weg. Waar zouden ze nou weer zitten? Hé, daar gaan ze. In een ijzeren bromvlieg. Kijk, ze is boos zijn, broer. We kunnen beter uit de buurt blijven. Ah, ze kan beter uit mijn buurt blijven. Ik ben al veel bozer. Ik laat me niet in een augurk veranderen. Een komkommer. Nou ja, wat dan ook. Ik laat het niet op me zitten. Ze is nog niet van me af, hoor. Wat wou je dan doen, broer? Nou, tover papa om hulp vragen. Hou je vast, we gaan landen. Dat landen van jou is nog steeds niet gaaf, broer. Ach, wat. Eén bonsje. Daar moet je tegen kunnen. Kom op, we gaan toverpapa halen. Toverpapa! Toverpapa! Hij is er niet. Alleen Titi. Oh, maar aan hem heb ik niks. Ach, maak je niet dik. Ik bedoelde dat niet als discriminatie. Wat zeg je nou weer, broer? Oh, discriminatie. Moeilijk woord. Dat betekent zoveel als, nou ja, dat ik liever papa heb dan een aap. Maar wat wil je dan van toverpapa? Nou, hij moet Grobelia een lesje geven. Haar veranderen in een augurk. In een komkommer. Nou ja, wat dan ook. Maar als toverpapa dan niet is, dan zal ik het zelf wel doen. Ach, broer, dat kun jij toch niet? Oh, nee. Moet je opletten. Eens even kijken, hoor. Oh ja, het ligt open op de A van aardbei. Kan ik dus augurk opzoeken? Niet op de K van kameel. Dan kun je kijken naar komkommer. Ach, schei uit. Je maakt me ibbel met die komkommer. Ik moet mijn hoofd erbij houden. Allemaal moeilijke woorden. Burren, barren, beren, beren, barren, boeren, bidden, bidden, boeren, boedoe. Hé, je hebt Titi in een komkommer veranderd. Ja, hè, dat ging goed, zeg. Even de toverspreuk en hupsakee. Hij was een augurk. Ik ben een grote toverbol. Maar maak hem dan nou eerst weer gewoon, broer. Jawel, maar ik weet niet hoe dat moet. Toverpapa keert vaak de spreuk om als die... Ja, dat wou ik ook net zeggen. Omkeren die spreuk, hè. Dan wordt hij weer gewoon. Eens even kijken. Omgekeerd.
Roedoe, boeren, boeren, dubbe, dubbe. Wat een tongbreker, zeg. Nog eens. Roedoe, boer, roedoe, dubbe, dubbe, beroebe, rabbe, rabbe. Ik ben een grote toverbol. En nou naar Grobelia. Zal ik die eens even in een augurk veranderen met rabberabber? Oh nee, omgekeerd. Burrebar, hey, hoe was het ook weer? Waarom moeten toverwoorden ook altijd zo ingewikkeld zijn? Ik moet het weer even nakijken, hoor. Hou er dan mee op, broer. Niks ophouden. Ik laat het niet op me zitten. Grobelia, wat een augurk. Griebelse gruiswappen, zeg. Wat kan die opie snurken? Prrr. Een zingende zaagwesp is er niks bij. Ik word er zelf slaperig van. Ik geloof dat ik me maar ga terugtrekken in mijn grobbelholletje. Ja. Ik hoor hem hier zelf snurken. Zou het die bromvlieg zijn? Als Grobelia dit nou maar niet gehoord heeft... Waarom landde je zo dicht bij haar hol, broer? Nou, dat is nogal glad, zeg. Ik heb geen zin om met dat zware toverboek door het hele globbendal te sjouwen. Maar waarom moest dat boek dan ook mee? Omdat ik al die burgers niet uit mijn hoofd kan leren. Daarom. Nou, vooruit, broer. Niet langer zeuren. Help me eens een handje. Hé, hey. We boffen, broer. Ze ligt te pitten. Niet zo luid. Als ze wakker wordt, maakt ze weer een augurk van je. Nou, dat zal er niet glad zitten. Ik maak een augurk van haar. Even de toverspreuk, burrebarre, hey. Nou, ga door, broer. Waarom stop je? Ik kan het niet lezen. Het is zo donker hier. Help eens even, dan slepen we dat boek naar die kaars. Zwaar, hè? Vooruit, tillen, broer. Hupsakee. Oei, ik dacht even dat ze wakker werd. Hier kan ik die toverspreuk tenminste lezen. Burren, barberen. Schiet op, broer. Stil nou, anders raak ik in de war. Burren, barberen, barbaren, boeren, budde, budde, boeroe, boedoe. Griemels, wat was dat voor een geluid? Gee, mislukt. Wegwezen, broer. Hé, ik hoor de stemmetjes. Zouden het de prietelende praatmuisjes zijn? Hé, hoe? Is er iemand in mijn grotje? Hé? Hé, wat is dat? Wat is dat? Een boek? Hoe komt dat daar? Nou, dat was op het nippertje. Je hebt geen augurk van er kunnen maken, broer. Nee, dat niet. Maar heb je de neus gezien? Die is een augurk geworden. Opa! Opa! Ga weg. Ik wil slapen. Doe die klep dicht, de tocht. Kom nou, opa. We hebben je nodig. Er is iets vreselijks gebeurd. Iets vreselijks? Bah! Nooit rust. Zo, nou zeg, wat is er nu weer aan de hand? Toverpapa's toverboek. Zo, wat is daarmee? Grobelia heeft het. Oh, dat is niet zo mooi, hè. Zeg, hoe komt ze eraan? Ja, kijk, toverpapa's boek, dat kwam daar in haar grot, hè, zodoende. Oh, kwam dat boek in haar grot? Haha, zomaar, vanzelf, of had het pootjes? Een boek met pootjes. Een leuk grapje hoor, opa. Reuzeleuk. En wil u het nou terughalen, opa? Hé? Waarom terughalen? Het is vanzelf daarheen gegaan, dus komt het ook weer vanzelf hierheen. Ja. Nou ja, het ging niet helemaal vanzelf hoor. Ik, kijk, we hebben het een beetje meegenomen. Geeltje wou er in een augurk veranderen. Oh, ik begrijp het al. Jullie hebben geboddeld. Ja, ja. En dan moet opa maar weer zien hoe alles in orde komt. Oh, eigenlijk moesten jullie allebei een klap voor je pilletjes hebben.
Nou ja, goed, ga maar mee. Dan zullen we zien hoe we dat oplossen. Daar zit ze. Wat een kleine, krievelende prietlettertje, zeg. Brr, niks van Grobelia. Bah. Hoe komt Grobelia aan zo'n rare kokkert? Ja, kijk, opa. Ik wou een augurk van haar maken, hè, maar dat lukte alleen maar met haar neus. Oh. Maar ze heeft het nog steeds niet in de gaten. Nou, ik zou me niet zo lachen als ik jullie was. Want als Grobelia het merkt, dan geeft ze dat boek nooit meer terug. Nou, pak het er dan af, opa. Opa kijkt wel uit. Als opa dat doet, dan krijgt hij nooit meer die heerlijke sappige spruitjes. Nee, opa moet iets anders verzinnen. Ik weet het. Ik ga erop af. En jullie blijven hier en geen gebroddel. Pas op. En toch is er iets met dat boek. Ja, ik ruik het. Ja, borden vol toverij. Daar heeft Grobelia een goede neus voor. Hoi. Oh, dag, Grobelia. Lekker weertje, hè? Het weer kan me vandaag niks schelen. Wat moet je eigenlijk, Tovertoor? Nou, niet zo grobbelig tegen opa. Opa kwam alleen maar even een praatje maken. Maar als je zo'n spinnige bui hebt, nou dan gaat opa wel weg, hoor. Ja, maar dit gaat niet mee. Ja, Grobelia heb je wel door met je griebelgeintjes, ouwe Tovertoor. Zeg, niet zo brutaal tegen opa. Ik nam dat boek alleen maar mee om... Omdat het van mijn zoon is. Aha, je titatoverzoon, hè? Ja, het ruikt van de titatover. Het gonst van de titatover. Dat heeft Grobelia's neus met één in de gaten. Pas maar op met die neus van je. Wat neus? Wat is dat voor prietpraat over mijn neus? Dit. Kijk zelf maar. Gruisels. Gruisels. Wat is er met mijn neus aan de hand? Het lijkt wel een augurk. Het is een augurk. Een augurk? Zeg, heb jij mij dat soms geleverd? Grobelia, hoe kom je daar nou bij? Klitten in je kop. Oh, wie heeft dat gedaan? Dat kan opa je wel vertellen. Hé, opa gaat me toch niet verraaien? Ach nee, dat is niks voor opa. Die neus, hè, die heb je jezelf bezorgd. Ik? Ja, jij. Dan moet je je neus maar niet in toverboeken steken. Daar komen ongelukken van. Ja, ik heb je wel gehoord. Het komt door dat Tita-toverboek. En als ik nou dat Tita-toverboek aan jou teruggeef, dan wordt mijn grove neus zeker weer gewoon. Ja, je begrijpt het. Nou, geef opa nou gauw dat toverboek, hè. Dan krijg jij je eigen neus terug en een snoepie. Ja, dat had je gedacht. Ik heb jou wel in de gaten. Ja. Jij wil dat Tita-toverboek waar je Tita-toverzoon teruggeven, hè? En daarom heb jij dat hele verhaal over deze neus verzonnen. Nou, dan moet je het maar zelf weten. Dan blijf je maar rondlopen met die rare kokkert. Nee, wacht nou even. Wil je maar spruitjes? Spruitjes? Oh ja, dat is opa dol op. Ja, ik heb de heerlijkste groene krebbels die je je mij kunt voorstellen. Mm. Ja, maar je krijgt er geen één. Dat is gemeen. Nee, je krijgt er geen één. Of ja, je kunt er wel een paar krijgen. Maar dan moet je iets voor me doen. Ja. Luister, ik wil een toverboek. En echt niet dat toverboek waarmee je kan toveren... zonder dat mijn neus zo griebelgroot gaat groeien. Nou zeg, je vraagt me wat, hoor. Nou ja, opa zal kijken wat hij kan doen, hè. Geef mij nou maar dat boek. Ja, maar je moet beloven dat ik dat toverboek krijg... en dat mijn neus weer gewoon wordt. Opa, beloof dat. Goed. Broddelse meid. Hoi, daar komt opa met het toverboek. Goed werk, opa. U hebt er wijs gemaakt dat haar neus gaat groeien als ze die in dat boek steekt, hè, opa? Ja, ik heb haar gezegd dat ze de normale neus weer terugkrijgt als ze mij het toverboek teruggaf. Heel goed, opa. Een reuze smoes. Zal ze op de neus kijken als die in augurk blijft. Gie. Nee, die blijft geen augurk, broddelse bol. Wat opa belooft, dat doet hij. En jij moet zorgen dat ze de normale neus weer terugkrijgt. Hier,
Zoek de spreuk waarmee jij haar die kokket hebt bezorgd. Weet ik, opa, weet ik. Ik heb al meer getoverd, hoor. Ik ben een grote toverbol. Goed, dan gaat opa intussen een ander toverboek halen. Ja, dat heb ik beloofd. Een ander toverboek? Is dat dan niet gevaarlijk in haar handen? Wel, nee. Opa zoekt een ongevaarlijk toverboek. Als het tenminste bestaat. Als die opa nou maar woord houdt. Had ik hem dat toverboek nou maar niet gegeven. Want nou heb ik niks meer. Alleen maar zo'n rare neus. Hier is die spreuk. Burrebarre enzovoort. Is even denken hoor. Wat moest ik daar ook weer mee doen? Omkeren, broer. Dan gaat... Ach, dat weet ik, dat weet ik. Ik mag toch wel even nadenken. Als ik die spreuk omkeer, dan krijgt ze haar eigen neus weer. Wel jammer, maar goed. Daar gaat hij dan. Roedoeboe roebe. Nou, ik hoop dat dat geholpen heeft. Hé, hey, ik voel mijn eigen grappenneus. Hoi, ik heb mijn eigen grappenneus weer terug. Dat heeft die oude tovertor toch woord gehouden. Ja, dan ga ik nu maar eens heerlijke spruitjes in mijn kookpotje voor hem maken. Ja. Hé, hey, maar wacht eens. Hij zou me een nieuw toverboek komen brengen. Ja, dat heeft hij beloofd. Ah, op zolder. Wel hebben. Alhoewel, hoe dan ook, dat zien we morgen dan wel weer.